Goedendag, welkom bij het COVID-19-journaal. We bevinden ons te Pierre Condre, waar er trainingen worden verzorgd door het ministerie van Volksgezondheid en het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport met betrekking tot COVID-19. Er zijn verschillende dorpen hier aanwezig, zoals die van Redidotti, natuurlijk hebben we ook die van Kabendadorp en een aantal andere dorpen. We brengen een kort verslag van de training. Ik ben Hedwig Goedorf, public health arts en ik ben hier op Pierre Condre met de eerste training in een serie die we doen in samenwerking met regionale ontwikkeling en het is een initiatief van Volksgezondheid. Die training is eigenlijk gericht op de capaciteit, kennis, vaardigheden enzovoort van personen die overal zitten in het veld, dus lokaal, leiders, gemeenschapsorganisaties, buurtorganisaties. Maar ook personeel van RO enzovoort. En in dit geval is het ook de inheemse dorpen, ook hun leiders enzovoort. Om die capaciteit te vergroten. Want we hebben heel veel belangrijke informatie gegeven via massamedia. Maar het is goed dat er overal, over het hele land, personen zijn die de juiste informatie hebben en ook over andere dingen kunnen gaan praten. Want het gaat niet alleen om of je alles weet, het gaat ook om hoe doe je het in een bepaalde context. En wij denken dat als we die kennis en de kennis en de kracht van de gemeenschappen eigenlijk mobiliseren, en men wil ook graag meedoen, dat we de communicatie kunnen versterken en ook het is allemaal gericht op ons veilig houden. Jezelf, je familie en je werk, je collega's enzovoort. Dus dat is de bedoeling. Dus wij denken dat het is sowieso een recht om te weten. En we weten ook in Volksgezondheid dat het heel moeilijk is om successen te bereiken, resultaten. Zonder dat mensen meer betrokken zijn, zelf kunnen participeren. Dus dat is de bedoeling, dat we aansluiten bij de kennis, de infrastructuur, de netwerken die er zijn in verschillende, op verschillende plaatsen. We zijn nu in Pierre Condre, maar we gaan ook een training hebben met buurtorganisaties, andere gemeenschapsorganisaties. Ook met personeel van RO dat meer dichter bij de basis is op resortniveau. Zodat er meer mensen zijn die misschien Mofokoranti door kunnen gaan. Met genoegen open ik vandaag deze COVID-19 training voor sleutelfiguren van de inheemse dorpen in Para. Welkom in ons mooi district. Gasten van het ministerie van ROS, Volksgezondheid, van de medische zending en van de FITS. Ook van harte welkom de bewoners van Para. Ik heb begrepen dat het ministerie van Volksgezondheid en van regionale ontwikkeling en sport nog meerdere van deze trainingen hebben gepland om gemeenschappen te verstrekken en dat dit hier vandaag de eerste in de serie is. Er is al veel van communicatie gedaan in de afgelopen periode, maar dit initiatief zorgt ervoor dat er meer mensen in het veld zullen zijn die goed geïnformeerd zijn en door kunnen gaan met de communicatie en de preventie in hun eigen dorp. Ik ben blij om hier in het dorp te zijn. En ik vind het een eer om namens het directoraat Duurzame Ontwikkeling in Heemse, dat valt onder het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport, hier aanwezig te zijn. En ik ben trots dat dit project hier samen met de inheemse, met medische zenden en dochtergoeden mag worden gedaan.
En ik ben ook blij dat de kapitein Riet ons de gelegenheid hebben gegeven om het hier te houden. En ik hoop dat de training die jullie zullen krijgen, dat jullie het kunnen meenemen in jullie dorpen, dat COVID zo ver mogelijk van jullie dorpen blijft. COVID, die is er om niet weg te gaan. En vaak, de manier waarop we ermee omgaan, geeft ons alle reden om daar continu aandacht aan te vestigen. Gisteren reed ik ergens langs en de politie stopte een feest daar. Als je wagens zag. Dat wil zeggen, mensen zijn zich nog niet ervan bewust wat er allemaal gebeurt. Dus geen enkele informatie is te veel. We bedanken in elk geval Volksgezondheid voor het organiseren van deze training, trainde trainer. Elk van de mensen is ook handpicked door de dorpshoofden. We moesten 2 mensen per dorp hier hebben, en dat hebben we. 2 van elk dorp. Kasipora, Redidoti, Pierre Kondre, Powaka, Philippe Chikwabana en Kabenda dorp. Ik ben blij. Maar ik ben niet alleen blij, ik ben enthousiast. Enthousiast omdat de medische zending in haar streven om gezondheidszorg te brengen voor gemeenschappen in het binnenland. Wij merken dat het bijzonder belangrijk is dat de gemeenschappen gaan participeren. Gezondheidszorg brengen naar gemeenschappen is niet zo moeilijk. Het heeft zijn uitdagingen, maar het is niet zo moeilijk. Het is een kwestie van hebben van de middelen en materialen en gaan naar het gebied. Maar resultaten boeken voor gemeenschappen vraagt dat de gemeenschappen gaan participeren. Vandaar dat ik enthousiast ben. Omdat wanneer ik kijk en ik ben toevallig heel vroeg gekomen en ik heb de mensen zien binnenkomen en de meeste mensen heb ik gevraagd van waar bent u, van waar bent u. En ik merk dat er een goede vertegenwoordiging is hier in de zaal van de omliggende dorpen. Dan ben ik inderdaad enthousiast. Omdat medische zending zegt dat als wij het maximale willen halen. En ik noem hier deze activiteit een training rondom COVID. Maar COVID is maar een heel klein deel van het werk van de medische zending. De medische zending kijkt naar de totale gemeenschap en de zorgbehoeften in de gemeenschappen. En daar zien we allerlei dingen gebeuren. En in die strijd om de voorkomens van deze ziekte en gezondheidstoestanden te minimaliseren, hebben we gemerkt dat we de gemeenschappen nodig hebben om te helpen met het nadenkwerk, maar zeker om de aanpak te maximaliseren. Dus en daarom ben ik blij toen Volksgezondheid ons meldde van we gaan in het gebied en hoe staat medische zending erin? Ik zeg van we zijn met ons hele body erin. Omdat we heel enthousiast zijn wanneer gemeenschappen gaan helpen met het nadenkwerk. Hoe de gezondheidsdreigingen die er zijn voor een bepaald gebied, hoe die tegen te gaan. Vanuit FITS, de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden, het traditioneel gezag van de inheemse in Suriname, waarvan OSIP een regionale werkarm is. Dus ook FITS doet aan decentralisatie, omdat de verschillende regio's, FITS als geheel, alle inheemse dorpshoofden in Suriname kunnen niet al het werk doen. Vandaar dat zij ook regionaal de verschillende
organisaties van dorpshoofden hebben, zodat het werk vergemakkelijkt wordt in de praktijk. Vanaf het begin van COVID, en daarom zijn we heel blij dat Volksgezondheid en natuurlijk ook MZ, met wie we vanaf het begin van maart, we hebben altijd al een hele goede relatie met MZ. Dat huwelijk is wel stabiel, denk ik. En vanaf maart zijn we dan ook continu bezig geweest om gezamenlijk informatie te verzamelen, want voor iedereen was het nieuw, en om naar de dorpen te brengen. En omdat we ook zagen dat in de dorpen iedereen het zag als een ver van mijn bed show. Van het is daar. Eerst dacht ook Suriname van, of de hele wereld dacht het is in China en het zal daar blijven zoals alle andere virussen die de laatste jaren zijn langsgekomen. Maar we hebben gezien dat het nu overal is, ook bij ons. En na een aantal maanden zagen we dat het ook naar de dorpen ging. We verwachten het wel, maar we hadden natuurlijk gehoopt dat het niet zou gebeuren. Maar niemand ontkomt eraan en een heleboel mensen, ook onze dorps gemeenschappen zijn moe van COVID, maar COVID is niet moe van ons. En dat zien we overal gebeuren. We moeten dus verder gaan en wij zijn natuurlijk als FITS heel blij dat dit ook gebeurt in de dorpen, zodat onze mensen ook bewust worden van het gevaar dat er is. En ik heb ook vaker gehoord dat mensen zeggen van ja, er gaan mensen doodgaan. Weet je, mensen worden ziek, ze gaan dood, maar we moeten ermee leren leven. Maar je moet ook de tools hebben om ermee te leren leven. En dus ik ben ook heel blij dat nu, na zoveel maanden, dat we hebben gezien en gehoord dat COVID zal blijven. Dat wij ook leren leven daarmee. En wij zeggen ook, iedereen zegt nieuwe normaal, maar wij noemen het graag nieuwe werkelijkheid. Want we willen niet dat het normaal moet zijn. Maar het is onze werkelijkheid en we moeten ermee leren omgaan. Nou, ik zou zeggen een heel positieve stap. Wij zijn ook geconfronteerd hier geraakt met COVID, de buurt. Al de dorpen trouwens hier. En op onze manier, met de informatie die we gehad hebben, van BOG, van Volksgezondheid, hebben wij het kunnen beperken. Situaties als thuisquarantaine, isolatie van mensen, omdat een aantal van onze mensen niet naar het ziekenhuis is geweest, maar elke morgen werden gebeld door BOG van hoe voel je. Maar ook het vertrouwen die we de mensen gegeven hebben dat wij verantwoordelijk bezig zijn. Deze training, wat ik begrepen heb, is om de stand van zaken nu met betrekking tot COVID. Dat we het hebben en hoe wij verder gaan naar die normalisatie. Anderen hebben hier gezegd werkelijkheid. En dus we zijn benieuwd om die informatie ook te krijgen. Daarnet zijn er een aantal zaken naar voren gebracht, wat zorgpunten. En wat de zorgpunten dus zeg, die awareness nog in de dorpen moet opgevoerd worden. Men heeft hier ook aangegeven de protocollen. Wat zijn de uiteindelijke protocollen? Want er zijn veranderingen geweest dat we dan ook de laatste protocollen krijgen, hoe wij daarmee omgaan. Er is hier gesproken over mentale problemen nadat je die COVID gehad hebt. Kortom, het is een interactie die we zullen hebben met de deskundigen en de mensen hier. MZ is ook vertegenwoordigd, RO is vertegenwoordigd, de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden, de directeur van het bureau is ook hier. Dus ik denk dat dat ook aangeeft aan anderen dat wij in een zekere coördinatie toch wel tot gemeenschappelijke aanpak kunnen komen van die COVID. De rol van regionale ontwikkeling en sport, toen dacht er goede ons contacten. Wij zijn van het directoraat inheemse
zijn directoraat van het ministerie van regionale ontwikkeling, hebben we gezegd om het zo snel mogelijk te doen. Omdat we de belangen van de inheemse in die dorpen hoog houden. En we willen niet hebben dat de inheemse ziek worden. Dat is de reden waarom we hebben gezegd, laten we zo snel mogelijk, los van dat er zaken nog niet in orde zijn, laten we de mensen gaan trainen. Waardoor we straks, wanneer we met de inheemse klaar zijn, dat we met de Afro-Surinamers zullen starten. Zo heeft u enkele momenten kunnen zien van deze training. En natuurlijk mensen, het is altijd raadzaam om u nog steeds te houden aan de maatregelen, ondanks de dalende cijfers voor wat betreft COVID. Er zijn natuurlijk nog meer trainingen en het COVID-journaal gaat u deze trainingen ook natuurlijk in de huiskamer brengen. Dit was het voor dit journaal. Tot ziens.